welkom bij de examentraining over ecologie en met name energiestromen. Je ziet hier een plaatje van de koolstofkringloop. En al die koolstof gaat rond van de ene plek naar de andere en dat kan alleen maar gebeuren door de energiebron linksboven, de zon. Die levert de energie waardoor dit alles kan gebeuren. En je ziet hier de energie van de zon terechtkomen bij de planten, naar de primaire consumenten, secundaire consumenten, tenslotte naar de reducenten, afbrekers en reducenten. En al die energie verdwijnt weer naar de atmosfeer, omdat ze allemaal verbranden. Van al het licht wat op een plant valt, wordt een groot gedeelte teruggekaatst. Dat is de reden dat je die plant ziet. Een ander gedeelte heeft die plant nodig voor zijn eigen respiratie. En een ander gedeelte, dat is de glucose die vastgelegd wordt. We kijken, primaire productie door producenten. Dat is de hoeveelheid lichtenergie die dus door autotrofen omgezet wordt in chemische energie in een bepaalde tijd. Dus energie binnen een bepaalde tijd. Dat is de primaire productie. Maar wacht even. Dit is de bruto primaire productie. Dit is alles wat vastgelegd wordt. Maar die producenten hebben zelf ook respiratie. Daar gebruiken ze een gedeelte van die chemische energie voor. Dus we hebben ook zoiets als een netto primaire productie. De NPP. En de NPP is de BPP, bruto primaire productie, minder respiratie van de producenten. Want dat gedeelte kan pas worden doorgegeven naar een hoger trofisch niveau. 93a, daar zie je dat maar 1,2% van de zonne-energie die op de aarde komt door fotosynthese wordt vastgelegd door de producenten. Links zie je het warmteverlies van die producenten, dus van de planten door respiratie. Een heel groot gedeelte. Rechts zie je het dode materiaal en met de energie daarin. En het afval, dus feces en dode organismen, die komen allemaal terecht bij de reducenten. En 100% daarvan gaat als warmte naar de atmosfeer, naar de omgeving. Het blauwe gedeelte wordt maar doorgegeven van de producenten aan de herbivoren, naar de carnivoren en tenslotte naar de topcarnivoor. En je ziet, doordat er zoveel energie wegvloeit, dat dat steeds minder wordt wat doorgegeven kan worden aan de topcarnivoor. Netto primaire productie kun je aangeven in joule of kilojoule per vierkante meter per jaar. Het is ook mogelijk dat je kijkt naar de biomassa. Dan ga je het uitdrukken in grammen per vierkante meter per jaar wat netto geproduceerd wordt. En wil je weten wat die netto primaire productie is, dan kijk je naar de biomassa op een bepaald tijdstip en je trekt daar de biomassa van het tijdstip daarvoor vanaf. Dus als je weet hoe zwaar een boom was vorig jaar en je weet hoe zwaar die dit jaar is, als je die van vorig jaar van dit jaar eraf haalt, dan weet je dat gewicht is de netto primaire productie. En daar zitten natuurlijk grenzen aan. Licht is heel vaak beperkend, maar ook nutriënten kunnen beperkend zijn. Dan bestaat er ook zoiets als de bruto secundaire productie. Wanneer een koeienhouder die een mestbedrijf heeft en koeienmest, die wil natuurlijk dat die koeien zo snel mogelijk groeien. En dan gaat het hem om de bruto secundaire productie en eigenlijk om de netto, want de respiratie van die koeien gaat er natuurlijk weer af. We kijken weer naar Binas en je kijkt naar het plaatje links. Dan onderop zie je PN-1. Dus dat is het trofisch niveau daaronder. Daar is een bepaalde productie. Het volgende is de N. Dat is het gedeelte wat niet gegeten wordt. Dus daar hoeven we niet meer naar te kijken. Een gedeelte wordt opgenomen door de consumenten. Daarboven, dat is de I, de intake. Een gedeelte van die intake gaat via feces weer weg. Dat is de F.
dan is de A het gedeelte wat geabsorbeerd wordt, dus wat in het lichaam wordt opgenomen. Een gedeelte verdwijnt weer via respiratie, de R. En de P is datgene wat door het trofisch niveau daarboven kan worden opgenomen. Dan onderop zie je ook nog wat opnames. Dus de absorptie tegen de inname en de productie tegen de absorptie. En je ziet dat de endothermen, daar onderop, dus de warmbloedigen, dat die veel ongunstiger conversie hebben dan de ectodermen, dus de koudbloedigen. Wanneer je namelijk energie nodig hebt om je lichaam warm te houden, kun je minder doorgeven aan het trofisch niveau daarboven. In dit schema zie je het transport van stoffen of energie, aangegeven met enkele pijlen, en de dubbele pijlen wanneer zowel stoffen als energie dezelfde kant op gaan. Let op de consumenten, het blauwe blokje, daar heb je herbivoren en carnivoren rechts. En dan gaan er twee pijlen naar de parasieten, want parasieten kunnen zowel leven op herbivoren als carnivoren. En dan komt er nog een dubbele pijl naar hyperparasieten. Dus parasieten die leveren van andere parasieten. Je hebt de afbrekers, wormen, kevers, de saprovoren dus en de remineraliserende organismen, schimmels en bacteriën. En hier zie je een voedselpyramide. En je ziet hetgene wat wordt vastgelegd in biomassa. Dat zijn de effen gekleurde blokjes. En de blokjes die een andere kleur hebben binnenin, een andere vulkleur, is wat vrijkomt bij de dissimilatie of via feces. En dit is het einde van de examentraining over ecologie. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.